ik had gewoon een relatie kunnen hebben met haar. Ik maak vandaag een video over mijn ex-vriendinnen. Ik ben namelijk nogal een player. Echt een zieke player ben ik. Ik heb denk ik al wel 83, 5, 12 ex-vriendinnen gehad. En ik ga er vandaag over praten met jullie. Ik ga ze gewoon behandelen. Let's get it. Sorry als trouwens het licht van de fucking camera het raar gaat doen. Oké, goed. Dit is mijn eerste ex-vriendin. Wow, zij ziet er nu echt fucking goed uit, man. Ik had met haar in groep 6, denk ik. Zij heette Lisa Karelsen, volgens mij. En Lisa Karelsen, die zat bij mij in groep 6, die zat altijd naast mij en terwijl wij aan het kibbelen waren over potloodjes en zo, was zij vaak degene die naar mij keek en wat zij dan deed, was ze had een soort van, ken je toch Superman zo met die laserogen? Dat deed zij me dan met liefde, gewoon zo recht in mijn ogen. En altijd dan liet ik gewoon al mijn shit vallen en dacht ik, wow, you looking at me. Eindelijk voel ik gewoon eens een keer hoe het is als iemand naar me kijkt. Ik doe even mijn knoopje dicht, dat is meer fuckboy. Lisa heeft momenteel 2 grote nieuwe vrienden erbij gekregen, zie ik. Dat was in groep 6 niet zo. Dus dat laat je dan gewoon schieten. Niks aan... Dat klopt helemaal niks van wat ik daar zei. Maar goed, op naar ex nummer 2. Dit is ex nummer 2. Dit is... God, hoe eten zij nog maar? Dit was volgens mij in 2008 of zo. Dit zou best wel 2008 kunnen zijn geweest, ja. Ik had met haar in de brugklas. Zij heette Kilion Miatora, volgens mij. En Kilion Miatora was een immigrant. Zij zat in een asielzoekerscentrum. Zij had geen ouders meer, ze had geen moeder meer, ze had geen vader meer. En toen in één keer stond ze bij mij voor de deur. Gewoon op een dag. Stel je voor, er staat een chick voor je deur. Je kent haar niet. I don't know what the fuck you're doing. En je staat voor mijn deur en je zegt, hey, ik heb geen familie. Wil je verkering met mij? En geloof het of niet, hè? Geloof het of niet, ik was de dude die zei, I don't even know your name, but you look cute, so yes. We hebben echt volgens mij iets van 2,5 week verkering gehad of zoiets. Elkaar niet gezien, gewoon. Volgens mij was zij, in één keer was zij verdwenen. Zij was gewoon weg. Zij was in één keer weer naar haar moederland volgens mij. Dus ik ging naar het asielzoekerscentrum en ik zei, yo, hey, ik ben op zoek naar Kilion. Waar is ze? Zeggen ze, she left a week ago. About a week ago. Ze is terug naar haar moederland, want blijkbaar waren haar ouders gewoon nog levend, maar die zaten daar. She didn't even say goodbye. She didn't even say goodbye. What the fuck? Fucking bitch. She didn't even say goodbye. Het is officieel, is het nog aan met haar. Oké, ik heb het nooit uit kunnen maken met haar. Eigenlijk ben ik dus gewoon meerdere, heb ik gewoon verkering met 2 meiden nu. Oké, deze jonge vrouw, dit is niet mijn ex. Oké, laten we dat even duidelijk hebben. Dit is niet mijn ex-vriendin. Zij is een beetje oud voor om een ex te zijn, vind ik. Zij is de moeder van een ex van mij. Zij is de moeder van Karin. Karin was mijn ex, want zij was, volgens mij was dat in 2010 of zoiets. Ik had verkering met Karin. Zij was mijn buurmeisje. Ze was al 10 jaar mijn buurmeisje of zo. En eigenlijk was ik verliefd op haar moeder. Haar moeder heette volgens mij Katharina. En Katharina die was een beetje gek in haar hoofd. Dat was het probleem. Ik was eigenlijk verliefd op Karin. Maar stiekem, altijd als ik daar was, kon ik gewoon niet mijn lach inhouden als ik daar op de bank zat. Ik zat dan op de bank, zo met Karin, zo hier. Hoi Karin, hoe is het ermee? Ja goed. En tegelijkertijd was haar moeder, was gewoon hier in de achtergrond, was gewoon wat shit aan het doen. En ik hoorde het dan. En zij was gewoon aan het spacen of zo. Ze was gewoon rare geluiden aan het maken en shit. En ik kon mijn lach niet inhouden. Dus ik zat dan naast Karin en ik zat de hele tijd... En Karin was fucking boos op mij dan de hele tijd. Van yo, what the fuck bitch, zij is een moeder man. Zij is mijn moeder, niet fucking met mijn moeder, oké? Maar ja, ik was fucking verliefd op Karin. Maar tegelijkertijd was haar moeder een retard. Dus ik bleef maar lachen. Hij heeft het gewoon uitgemaakt, daarom. Oké, ze heeft het uitgemaakt met mij, omdat ik haar moeder. We hebben letterlijk 3 uur verkering gehad of zo. Oh shit, ik was haar helemaal vergeten man. Ik was haar helemaal vergeten. Ik heb letterlijk gewoon 4 maanden met haar verkering gehad of zoiets. Ik was namelijk op reis naar Perzië. Naar Perzië was ik. En in Perzië kwam ik haar tegen. En geloof het of niet, zij heette Kelly. Snap je? Kelvin. Kelly. Meant to be. Yep, yep, yep. Kelly, ik zag haar en zij stond achter de bar. Ik was fucking dronken. Ja, dat was 2012. Ik was fucking 15. Ik was fucking dronken. Zij stond achter de bar en ik vroeg zo, hey, mag ik misschien een biertje? Zei ze, ben jij wel 18? Nee. Maar wil je het uitzoeken? Ha. En toen zei zij, oh nee, maar je mag sowieso drank meenemen. Maar dan weet ik in ieder geval, als ik je vanavond in bed neem, dat ik dan gewoon niet illegaal bezig ben. Toen dacht ik, wow, Kelly, what you on about, Kelly, what you on about? En toen keek ik naar haar lichaam en toen dacht ik, ja, Kelly, als ik even heel eerlijk ben, je bent toch wel echt een mokkeltje hoor, hiero. Dus ik op mijn 15e met haar mee. Echt letterlijk gewoon, zij nam ontslag bij die bar op dat moment. Want ik zei niet eens ja, ik knikte gewoon. Huh? En wij naar haar hotelkamer, gewoon een beetje rollenbollen en shit. De dag daarna vraag ik haar verkering. Zij was toen 26. Ik ging letterlijk de dag daarna in het vliegtuig terug naar Nederland. Ik vloog gewoon naar Nederland toe.
Ik had haar nummer bij een beetje app en sms'en en shit. En na 3 maanden kwamen we er toch maar achter. Nou, weet je, als jij in Perzië zit en ik zit in Nederland, dan gaat het hem waarschijnlijk niet worden, of wel dan? Nee, nou dan. Oké. Nou, dan doei. Dit is mijn 4e ex. Ik heb ongeveer 2,5 jaar verkering met haar gehad. Echt een fantastische relatie. Zij heet, en ik weet niet of jullie haar, misschien kennen jullie haar wel, ze is een beetje bekend. Zij heet dus Donnie. Donnie was een schatje. Maar echt een schatje. Elke week kocht ze cadeautjes voor mij. Fucking konijnenoortjes. En dan soms nog weer eens een keer konijnenoortjes. En dan de week daarna gewoon weer konijnenoortjes. En dan de week daarna weer. En dan... Zij is zo fucking mooi. Ik weet echt... Volgens mij doet zij nu iets met muziek of zoiets. Volgens mij toen ze een beetje acteren en shit. Volgens mij doet ze nu iets met muziek. Ik heb haar ontmoet in Amerika, in Los Angeles, toen ik daar was. Ze zei, my real name is Donnie. I was like, okay. Maar ze zei, ik heb een artiestennaam, maar ik weet niet precies wat haar artiestennaam dan was. Ik zal het even opzoeken wat haar artiestennaam is. Donnie Artist Name. Ariana Grande. Ariana Grande. Misschien heeft ze wel Instagram. Ariana Grande. Oh, ze heeft een vinkje. She's doing fine for herself. She's doing good. Ze heeft 70 miljoen volgers. Oké, I'm out. I'm good. I let that one walk. Yes, I did. I fucked up. Ik had gewoon een relatie kunnen hebben met haar. Met Ariana Grande. Oké, Kelvin. Be a man. Oké, wees een man. Blijf gewoon oké. Als mijn volgende ex ook in één keer wereldberoemd blijkt te zijn, dan gooi ik mezelf echt van de trap. Ik heb niet eens een trap hier. Dan maak ik een trap en dan gooi ik mezelf ervan af. Mijn laatste ex is dit. Zij heette Celine. Celina. Volgens mij heette Celina. Celina was het volgens mij. Zij was wel een beetje koppig. Zij was een beetje kattig. Ze was een beetje een lil bitch. Zij heeft mij, de relatie die ik met haar had, heeft zij opgegeven voor een andere dude. En die jongen die heette volgens mij Jus. Ik weet, I don't know hoe, maar... Ik had iets van 3 maanden met haar of zoiets. Echt een toprelatie. Wij waren echt fucking Adam en Eva waren wij. Wij waren ook gewoon echt naakt. Altijd als we bij elkaar waren. Ook op straat en shit. Dat was ons dingetje. It was good. It was so good. Dus toen ben ik letterlijk in LA gebleven. Ik ben daar blijven wonen. Ik heb iets van 3 maanden gewoond of zoiets. En totdat ik op een gegeven moment dacht, nou weet je wat. Ik wil haar wel op aangekomen mee naar Amsterdam nemen. Dus ik zei tegen haar, yo, lijkt je misschien leuk om mee naar Amsterdam te gaan. En ik had daar toen al iets van een paar dagen niet gesproken of zoiets. Dus ik haar bellen, ze neemt nu op. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon naar haar huis. Dus ik loop naar haar huis toe in LA, gewoon zieke mansion. Haar vader is fucking rijk. Ik loop daar gewoon naar binnen. Ik hoor geluiden, maar niet zomaar geluiden. Ik hoor echt gewoon dit. Gewoon dit. En ik hoor haar. Ik hoor zeg maar het geluid wat ik ook hoorde als ik seks met haar had. Dus toen dacht ik, misschien heeft ze wel seks. Maar ik ben hier en ik heb geen seks. Dus dan is het met iemand anders. Ik loop die trap op en shit. Ik doe die deur open. Zie ik haar daar. Wat bleek? Ze had seks met een andere jongen. Een of andere fucking Justin. She hurt my feelings. She hurt my feelings. Ik zal haar even opzoeken. Zij heet volgens mij Celina. Ik ga gewoon een random Celina opzoeken. En de bovenste. Is iemand met een vinkje. Celina Gomez. Selena Gomez heeft 76 miljoen volgers. Weet je wat ik het lastigste hieraan vind? Is dat gewoon alle exen hadden één ding gemeen. Eén ding was gewoon belangrijk bij alle exen. En dat is dat ze gewoon allemaal niet mijn ex waren. Prank. Oh, Kelvin, what is all this about? We hadden echt wel verwacht dat Ariana Grande jouw ex was. No, wow. So surprising what you're telling us right now. Ik kreeg goede reacties op mijn video die heette Mijn verhaal achter mijn tattoo. Wat simpelweg gewoon een lulverhaal was over tattoos die ik op mezelf had geplakt. En toen dacht ik, jongens, laat ik gewoon een video maken over mijn ex-vriendinnen. Die niet mijn ex-vriendinnen zijn. Want ik had gewoon getweet. Jongens, stuur mij foto's van vrouwen. Dik, dun, lelijk of mooi, maakt niks uit. Stuur maar op. En toen kreeg ik deze foto's. En ik had ze niet van tevoren gezien. Ik had gewoon mijn Twitter geopend. En in één keer zag ik het. En dan ging ik een verhaal bij vertellen. Ja, dat was mijn jam van vandaag. Ik heb ervan genoten. Ik wil graag van jullie weten. Zet het in de comments neer op welk tijdstip. Dus of dat 3 minuut 12 was. Of 6 minuut 8. Of 0,00. Het tijdstip waarop jij dacht. Deze dude praat gewoon bullshit. Ik heb trouwens ook een video gemaakt op het kanaal van de Efteling. Daar ging ik super toffe dingen doen. Samen met Britt Scholten in de Efteling. S'avonds. Gewoon na sluitingstijd. Het was fucking episch. Dus hier staat de video. En er staat in de beschrijving. De eerste link in de beschrijving. Ga hem checken op het kanaal van Efteling. Super leuk. Abonneer dan ook even op de Efteling. En geef een duimpje omhoog ook op die video, want hij is keihard. En geef natuurlijk ook een duimpje omhoog op deze video. Genoeg duimpjes omhoog voor vandaag. Ik zie jullie gewoon later weer. I love you. Oh, yeah.
Yeah! Skirt! Ja. Ik ga het vandaag hebben over waarom vrouwen altijd zeiken. Ik kan er niet omheen, ik moet het gewoon toegeven. Vrouwen hebben altijd iets te zeiken. Ik vind dat volledig 100% terecht. Ik vind dat echt terecht. Ik vind dat vrouwen heel veel zeuren en dat is terecht, want het leven van een vrouw is ook fucking moeilijk.